want it. No law. What we want. Criminal justice. What we want. No law. En ondertussen begonnen aan de tweede week van COP27 die zich afspeelt in het eerlijk gezegd nogal surreële decor van Sharm el-Sheikh. Een soort luxueus vakantiepark omgeven door beton en camera's waar de interventies in de vergaderzalen worden overstemd door overvliegende privéjets. Vorige week begonnen de gesprekken wel met een historische doorbraak toen de rijke landen eindelijk erkenden dat er financiering moet komen voor de klimaatschade die vooral de arme landen vandaag al ondervinden. Dat was een onderwerp dat tot nu toe altijd taboe bleef. Vervolgens was het tijd voor een hele reeks van speeches van de staats- en regeringsleiders. Ook een nogal vreemde en vooral ook ongeïnspireerde toespraak van onze eigen premier. En dan begon een week vol technische onderhandelingen. Deze COP die moest eigenlijk een implementatiekop worden, maar ze bleef tot nu toe struikelen over heel veel procedurele, heel veel principiële discussies. En op sommige vlakken lijkt er zelfs een stap achteruit te worden genomen, bijvoorbeeld op vlak van de doelstelling van 1,5 graad die nu in twijfel wordt getrokken of lijkt te worden getrokken door een aantal van de landen. Sinds gisteren nemen de klimaatministers het roer over van hun technici en zijn we begonnen aan de echte politieke fase van de COP. Misschien brengt dat een nieuwe impuls, hopelijk brengt dat een nieuwe impuls. Wij zelf hebben hier samen met de internationale milieubeweging de onderhandelingen van op de voet gevolgd. Met heel wat lobbywerk, communicatiewerk, mobilisatiewerk, waarbij we natuurlijk moeten opboksen tegen die 600 lobbyisten van de fossiele industrie die hier ook zijn geland in Egypte. En daarnaast hebben we ook getracht om in een bijzonder moeilijke en geladen context toch ook ruimte op te eisen voor protest van activisten, voor de mensenrechten situatie in Egypte. Met enkele hele mooie acties, hele krachtige statements ook, waaronder ook een mars voor klimaatrechtvaardigheid afgelopen zaterdag. De komende dagen zet het politieke werk zich verder met doorlopende gesprekken over alle deeldossiers, maar ook over de zogenaamde cover decision. Dat overkoepelende politieke document dat gaat echt de toon zetten, de legacy bepalen van COP27 hier. Wat ons betreft zijn de krijtlijnen van wat er daarin moet natuurlijk zeer duidelijk. Internationale solidariteit op vlak van klimaatbeleid en klimaatschade. Ambitieuze samenwerking die de kloof tussen woorden en daden eindelijk overbrugt. En ook duidelijke taal over fossiele brandstoffen en over het einde van het fossiele tijdperk dat nu moet worden ingezet. And so are we.